Werken met de microscoop doen we aan het zuideinde in lokaal 15. Daar achterin staat een kast, twee kasten, waar alle microscopen in staan. Je doet de kast open en daarin staan alle kisten keurig op een rij. Je pakt de kist met jouw nummer uit de kast en gaat naar de plek waar je gaat werken. Met sleutel doe je het kistje open. Pak aan de hals je microscoop daar voorzichtig uit en zet die neer op je werkplek. Dan kun je de kist weer dicht doen en die opbergen, want anders staat die alleen maar in de weg. Zet hem op de goede plek terug, dan kan een andere straks ook zijn microscoop op de goede plek kwijt. Als je microscoop goed staat, ga je achterin het lokaal een lampje met een snoer halen. Er zitten twee kanten aan het lampje, een mat glaasje, dat hou je boven en de heldere kant zit onder. Je schuift het lampje op de microscoop, dan steek je de stekker in het stopcontact en als je docent al spanning op het stopcontact heeft staan, dan gaat het lampje branden. En dan ben je klaar om aan het werk te gaan. Maar helaas, het lesuur is voorbij en je moet opruimen. Trek eerst de stekker eruit, dan kan het lampje afkoelen en verbrand je je vingers niet bij het terugbrengen. Je draait de tubus omhoog, je pakt het preparaat onder de klemmen vandaan en brengt die terug naar voren waar je hem gekregen hebt. Dan ga je verder met het opruimen van de rest. Je draait de kleinste vergroting voor, draait de tubus naar beneden, voel even voorzichtig of het lampje niet heet is en haal er dan uit zonder je vingers te verbranden. Dan ga je op zoek naar je kist. Nummer 4. Kist nummer 4. Daar staat hij. Pak hem er weer uit. De microscoop voorzichtig weer terug. Vergeet hem niet op zoek te doen. Als een ander je kist pakt, dan kan hij niet openvallen. En weer op de goede plek terug. Dan staan we weer dicht. Neem ook je snoertje op en hang hem achter in het lokaal weer op. En dan heb je keurig gemicroscopiseerd. De volgende keer.